Nou, de reden dat ik hier ben, is dat ik uitgenodigd ben door een patiënt van mij. En ik ben van origine fysiotherapeut en acupuncturist. En ik heb een gezondheidscentrum. Ik zit al 20 jaar in de zorg en begeleiding van mensen. En dus vandaar ook mijn interesse en mijn enthousiasme om daarin mee te gaan. En dat is dat de reden dat ik er nu ben. En eigenlijk de leuke bijkomstigheid is dat ik toch wel geïnspireerd ben geraakt om er zelf ook wat meer aandacht aan te gaan besteden. En een plan van aanpak te maken en eens te kijken waar ik nu sta en hoe ik daar nu weer een handige boost kan geven aan mijn eigen gezondheid. Dus vandaar, dat is een beetje mijn verhaal nu. Nou, een stuk feitenkennis. Laten we zeggen, de meeste dingen wist ik al wel. Laten we zeggen, ik begeleid al zo lang, dus er was weinig nieuws. Behalve gewoon inhoudelijke kennis over producten en hoe bepaalde dingen werken. Want daar, ik slik wel van alles en nog wat. Omdat ik wel ergens heb horen zeggen dat het allemaal belangrijk is. Maar nu wordt het al wat genuanceerder. En kan ik het wat meer op maat gaan inzetten. In ieder geval met hulp van jullie waarschijnlijk ook. Kan ik daar misschien ook wel een maatplan op maken. Zodat ik er nog meer aan heb dan hoe ik het nu doe. Nou, ik denk dat dit een plek is waar met een hoop enthousiasme, maar ook een ongelooflijke hoop kennis gewerkt wordt aan gezondheid. En ik denk op een hele leuke manier, zoals het ook vandaag gegaan is. En ik denk dat mensen daar ontzettend een hoop aan kunnen hebben. En ik weet gewoon dat het heel belangrijk is, maar er zijn maar weinig plekken waar ik het gevoel heb dat er echte expertise daar is om mensen ook goed te kunnen helpen. En dat is soms vaak ver te zoeken. Weet je? En ik denk dat dit een manier is waarvan ik denk van naast al die honderden gezondheidsboeken, dat het echt structureel en duurzaam werken is aan een stukje gezondheid. En daar moet je natuurlijk altijd wel een beetje een soort maat in vinden. Want laten we zeggen, je kunt het ook heel erg gaan doorslaan. Maar laten we zeggen, als je het allemaal hoort en je moet het allemaal gaan doen, dan wordt het wel erg veel.